Hartelijk welkom bij alweer de volgende fotobespreking. En deze keer staat het helemaal in het teken van een waddenweekend op Schiermonnikoog. In mei zijn we naar Schiermonnikoog gegaan met een aantal zeer enthousiaste deelnemers en best wel uitdagend weer. Nou, na een hele uitdagende april met ongelooflijk veel regen was het in mei eigenlijk in het begin nog niet heel veel beter. Veel regen, veel wind, veel storm. En daarna gingen we ineens een enorme lange periode van droogte en enorme hitte in. In mei hebben we natuurlijk fantastische dingen mogen doen. We hebben het hele eiland weten te ontdekken. We zijn zelfs de nacht in geweest, hoewel we helaas geen sterren hebben kunnen zien vanwege het turbulente weer. We hebben wel de vuurtoren prachtig mogen doen. En in ieder geval heel interessant om te kijken wat de deelnemers ervan gemaakt hebben. Ik zou zeggen, kom, laten wij eens gaan kijken. Dit zijn de foto's van de eerste deelnemer. En ik ga meteen eventjes kijken wat hij of zij erbij geschreven heeft. Hi Johan, 3 plaatjes zoals je had aangegeven. Eentje van het Baken met als titel Regenbui komt eraan. Nou, even een tipje van de sluier. Er kwam een gigantische regenbui aan. En die regenbui was zo ongelooflijk heftig dat wij hals over kop de kwelder hebben moeten verlaten. En zelfs met onweer naar huis zijn gefietst. Het was een bui die echt ontwikkelde en niet verplaatste. Die ontwikkelde boven het eiland. Best wel indrukwekkend, maar gelukkig zijn we op tijd thuis gekomen. Helaas niet helemaal droog, maar het was wel erg indrukwekkend om mee te maken. Vraag bij In de Woestijn, ligt het dode beest iets te veel in your face? En vraag bij de druppels in de zonsondergang, is het nog een landschapsfoto of neig ik te veel naar een soort van macro? Nou, ik zou zeggen, laten we eens gaan kijken. De regenbui komt eraan. De titel van deze foto. En ik moet bekennen, zo ziet het er ook absoluut uit. En ik vind het een zeer indrukwekkend beeld, als ik eerlijk mag zijn. Je ziet die enorme bui aankomen. Even iets groter maken. Je ziet een enorme bui aankomen. Vanuit het zuidwesten, waar die eigenlijk ja, voor de kust, eigenlijk tussen in de Waddenzee, tussen Lauwersoog en Schiermonnikoog, ontwikkelde die bui zich. Bleef daar hangen, werd groter en groter en groter. En uiteindelijk was het toch wel heel duidelijk dat we heel, heel snel weg moesten komen. Maar ja, dan is het nog best een eind fietsen. Ja, ik vind het een zeer indrukwekkend beeld. En wat ik meteen wel merk, en dat ken je misschien wel van mij. Ik ben wat erg geneigd, zeker met landschappelijke beelden, om te kijken of die in een 16 bij 9 misschien niet toch nog wat wijdser kan zijn. 16 bij 9 is natuurlijk het beeldformaat van je beeldscherm, van je computer vaak, van je televisie. En omdat het wat smaller is, benadrukt het enorm de wijdheid. Het benadrukt het breedte. Het is een soort panoramische uitsnede. Verder zie ik ook dat hij net niet helemaal recht staat. Dus laat ik dat ook alvast eventjes gaan regelen. En dat is even de vraag, omdat je natuurlijk een stukje kwijtraakt. Waar ga je een stukje van afsnijden? En ik denk zelf dat als ik het zo zie, dat ik vooral een stukje van die onderkant zou snijden. Dan maar de horizon precies in het midden. Maar ik vind de wolkenmassa aan de bovenkant enorm mooi. Maar de onderkant vond ik net iets te veel. En de grap is, op het moment dat ik nu meer van de wolken meeneem, zul je merken dat ik meer het gevoel krijg dat ik omhoog kijk, waardoor die wolken veel indrukwekkender worden. Terwijl op het moment dat ik nu meer van de wolken eraf haal, dan krijg ik het gevoel dat ik meer land zie, kijk meer op mijn landschap en dan worden die wolken meer achtergrond. En omdat het hier om die regenbui gaat, zou ik zelf erg geneigd zijn om de horizon eigenlijk wat lager te leggen, zodat ik wat meer opkijk naar die wolken toe. Verder op Baken staat natuurlijk als een prachtig konijntje in mijn beeld en rechts die prachtige mooie wolkenlucht. Nou zou je dit natuurlijk in de nawerking nog best wel iets kunnen aanzetten, een beetje dramatiseren. Ik denk dat zo'n foto daar best wel recht toe heeft. Nou, we kunnen natuurlijk gewoon heel makkelijk in Lightroom tegenwoordig zeggen Select Sky. Nou, Lightroom doet het ontzettend goed. Die selecteert dan prachtig de hele lucht erbij. Nou, dat heeft hij ook keurig netjes gedaan. En de dingen die je dan bijvoorbeeld kunt doen is een klein beetje highlights eruit. Kijk, zie je, want dit was ietsjes aan de overbelichte kant. Klein beetje misschien het contrast weer terug. Maar vooral de clarity of levendigheid. Moet je eens kijken, als ik die wat aanzet en misschien zelfs een klein beetje die heest eruit haal. Nou zie je ineens dat het Baken heel raar gaat doen. Dat heeft vooral met die clarity te maken. En wat een truc kan zijn in dit geval is zeggen van, nou ja, weet je, dat Baken dat zit niet in die selectie. Nee, dat wilde ik niet. Dit doe ik verkeerd. Even kijken, deze even eruit. Maar dat ik zeg van nou, ik ga toch met een brush en dan pak ik toch dat Baken ook gewoon mee in mijn selectie. Want wat je zag gebeuren is dat er een hele soort rare bending kwam. Een soort hele rare selectie rond dat Baken met van die rare streepjes erbij.
En dat heeft dan vooral te maken met het ophogen van die clarity, dat lokale contrast. Nou, wat ik verder ook al merk is, ik vind de foto wat aan de warmere kant. En je zal merken dat als ik de foto wat koeler zet, dat op dat moment de wolkenmassa, de koude storm wat benadrukt wordt. Maar al met al, hè, compositietechnisch vind ik hem erg mooi. Kijk, een beetje mee. Eens kijken wat je voor indrukwekkend beeld ervan kan maken. Ik zal even voor de grap even de verschil laten zien. Even kijken. Dan moet ik niet dat, moet ik dat doen. En dan zo. Eens kijken. Het rechterbeeld, dan zie je echt die indrukwekkende wolkenmassa met het linkerbeeld. Je ziet dat er nog in potentie wat meer in mogelijk is. Maar al met al vind ik het, ik vind het een heel fraai beeld van een best wel begin van een heftige situatie. We gaan snel door naar het volgende beeld. En daarbij vroeg je van, goh, de druppels, is dat nog landschap of neig ik te veel naar macro? Dan zit ik de volgende vraag, hoe erg is dat? Kijk, als je per se landschappelijk wil fotograferen, dan kun je zeggen van ja, het is wel erg aan de macro kant. Aan de andere kant, ik denk dat het een beetje ertussenin hangt. En is dat erg? Wat mij betreft verder niet. Weet je, het is een zeer sfeervol beeld van een zonsondergang met die druppels daarbij. Wat je wel merkt is waarom jij een beetje aan het twijfelen bent wat het nou precies is. En heeft vooral te maken met het feit dat je in dit geval een behoorlijk groot diafragma getal pakt, F13. Waardoor zowel de voorgrond als de achtergrond relatief scherp lijkt. En het nadeel daarvan is, of eigenlijk wat je dan wil zeggen, alles wat scherp is, heeft aandacht. Alles wat scherp is, is blijkbaar belangrijk. Hè? Met ons oog kijken we ook. En de hele dag is alles scherp, want daar kijken we met ons oog naartoe. En als jij dingen scherp maakt, geef je dus eigenlijk aan de kijker aan van, dat is dus belangrijk, daar gaat het om. Op het moment dat jij F13 gebruikt en zowel de voorgrond als de achtergrond enigszins scherp maakt, geef je dus eigenlijk aan de kijker aan, beide zijn belangrijk. En dan ga je het landschappelijke kant uit. Echter, die takjes met die druppels blokkeren mijn blik naar die achtergrond toe. Dus wil je hier echt een landschappelijk beeld van maken, dan zou je misschien iets hebben omhoog moeten gaan. En dan vervolgens wat meer op mijn landschap kijken. En dan zorgen dat ik dus niet een blokkade heb naar die achtergrond. Terwijl als je echt de macro kant uit wil, dan zou je ook op die druppels kunnen focussen. Een lager diafragma getal pakken, waardoor die achtergrond helemaal onscherp wordt. En je dus aan de kijker heel duidelijk laat zien, het gaat om die druppels in de voorgrond. Dus nu neigt het een beetje naar vlees nog vis. Dus zorg ervoor dat je eigenlijk een relatief duidelijke keuze maakt. Want daar zit de kijker ook gewoon op te wachten. Die wil van jou als fotograaf horen waar gaat het om in het beeld. Verder vind ik het een heerlijke sfeer. En ik denk dat met een lager diafragma getal die druppels ook wat mooiere bokeh rondjes waren geworden. Wat sfeervoller waren geworden. Nu zijn ze vrij klein en moet je het echt hebben van het licht. Het lichtje zeg maar erin. Verder zie je dat de zon wat uitgebeten is. Hè? Nou ja, dat ik kan kijken. Nee, de zon daar krijg je eigenlijk. Dat zie je als ik nu de. Kijk, zie je als ik deze naar beneden haal. Dan zie je dat het licht. Hè, dat het eigenlijk een soort lichte vlek blijft. De zon is wat uitgebeten. Op zich is dat verder niet erg. Wat ik wel vaak als truc heb. Op het moment dat je met een zonsondergang te maken hebt. Nu is alles rood. Maar je zult merken dat eigenlijk alles in de fotografie is contrasten. Hè? Licht bestaat bij de gratie van donker. Zwart bij de gratie van wit. Scherp bij de gratie van onscherp. Maar als je de hele warme tinten van een zonsondergang wil fotograferen. Bestaat het ook een beetje bij de gratie van de blauw tinten er tegenaan. En je zult merken dat als ik het geheel wat blauwer, koeler maak. En vervolgens de levendigheid een beetje opkrik. Dan zul je merken, en dat moet natuurlijk niet te veel doen, een klein beetje, dat er wat blauwtinten ontstaan, waardoor die roodtinten veel meer naar voren gaan komen. Een klein beetje contrast toevoegen. Licht de partij een beetje uit, zo. Kijk, en nou zie je dat er een hele andere kleurtoon ontstaat. Ik zal eventjes het verschil laten zien tussen beide. En nu zie je een heel duidelijk verschil tussen beide. Je ziet de hele warme tonen van jouw foto. De wat blauwachtige tonen van mijn bewerking. Maar daardoor krijg je meer dat gevoel van zo'n zonsondergang. Gaan we naar het volgende beeld. Bij dit beeld vraag je je af, is dat dode beest, en ik ga er een beetje vanuit dat dit een zeehond is, dood, te veel in your face. He, in your face als te hoe moet ik het zeggen? Ja, te banaal is het woord niet helemaal, maar te heftig. En ik moet eerlijk bekennen, ik heb dat zelf niet eigenlijk. Want het zijn eigenlijk best wel mooie vormen van die ribben. Het is niet een of ander smerig,
half vergaan druipende schedel die me aankijkt. Ik zie wel echt dat het een dood beest is, maar tegelijkertijd zit er ook een bepaalde schoonheid in. Dus nee, ik vind dat eigenlijk niet. Ik vind het eigenlijk best wel heel fraai op deze manier. Het is echt wel zo'n woestijn, hè, zo'n grote woestijn waarin je zo'n dood kameel ziet. Het is wel heel grappig dat je dit op Schiermonnikoog oog hebt gemaakt, want dat zou ik, ja, nee, dat zou ik hier niet verwachten. Kijk wel ontzettend uit. Je ziet aan de rechterkant dat het net gevoelsmatig, kijk, ik zal even laten zien dat hij net, ja, daar zit er zo'n beetje tegen dat kader aan. Kijk daar ontzettend voor uit. Zorg dat je alles in je beeld houdt. Of snij hem dan goed uit. Maar nu lijkt hij daardoor een beetje krap aan de rechterkant, omdat je daar net zo tegen dat kader aan zit te werken. Dus ik zou, kijk, normaal gesproken zou ik zeggen, dan gaan we nog wat verder snijden. Maar dat kun je niet doen, want dan blijft er steeds minder over. Dus eigenlijk zou het mooi geweest als je net een klein beetje naar rechts had gemikt, dat hij net een klein beetje meer ruimte had gehad. Gaan we door naar de volgende. En dan gaan we ook eens even kijken wat daarbij verteld wordt. Hoi Johan, twee foto's om te bespreken. De zeilboot, zoals bekend. Ik zag hem varen naar de haven en vond hem in de basis interessant. Maar hij werd mij interessanter toen de ganzen in de vlucht gingen. Uit een beurs heb ik deze gekozen. Helaas is dat grauwig, dus ik heb de neiging om wat steviger naar zwart-wit om te zetten. De duinen. De pootjes komen mijns inziens wel lekker in beeld. Om mee te lopen verder de duinen in. En ook hier neig ik naar zwart-wit foto. Dus ik ben benieuwd wat jij erover gaat zeggen. Nou, laat ik zo zeggen, laat eens kijken. We beginnen met de zeilboot. Ik vind hem zeker. De ganzen voegen ontzettend veel toe. Je hebt eigenlijk in één beeld, en ik ben er ontzettend dol op, een heel gelaagd beeld zoals ik dat noem. In één beeld laat je ontzettend veel zien. Je hebt en de kustlijn laten zien van het eiland. En je laat het wad zien, want je ziet de vogels nog gewoon lopen op het wad. Dan zie je de Waddenzee, de boot, er wordt gevaren, er is activiteit, de vogels vliegen langs. En heel in de verte zien we zelfs de skyline van in dit geval zelfs Lauwersoog met nog verderop richting het oosten. Dus je laat ontzettend veel zien in dit beeld. Nou vraag je aan mij, ik vind het wat grauwig. Nou, dat ben ik met je eens. Maar zou dat nou mooi zijn om naar zwart-wit om te zetten? Weet je, we kunnen eens gaan kijken of dat inderdaad fraai is. Wat ik trouwens heel mooi vind, is dat je de ganzen ook los staan van de boot. Hier aan de achterkant zitten een paar ganzen vast tegen de boot. Maar die grote groep ganzen zitten los van de boot. Nou weet ik niet of je ook nog een foto zou hebben gehad waarbij deze twee ganzen die tegen elkaar aangeplakt zitten ook nog los van elkaar zitten. Dat zou natuurlijk helemaal waanzinnig zijn. Maar verder staat alles heel mooi los. De elementen staan mooi los van elkaar. Die ganzen die tegen de boot aanvliegen vind ik zelf niet zo heel erg. Maar als die ganzen in de voorgrond ook tegen die boot aan waren gekomen, had ik het jammer gevonden. Nou, wat gebeurt als we een zwart-wit omzetten? Kijk, dan krijgen we in feite een behoorlijk nauwelijks verschillend beeld. Dus ik ga deze, wat je wel ziet, het is wat grauwig en heeft natuurlijk mee te maken dat je wil eigenlijk dat hij dan helemaal, hè, dat wit moet gewoon echt wit zijn. Dus ik maak hem echt eventjes wat lichter. Dan ga ik deze, en vooral die schaduwpartijen, die kan ik. En daar kun je een beetje mee spelen. Die schaduwpartijen wat donkerder, wordt die Waddenzee wat donkerder? Of moeten die schaduwpartijen ook heel licht zijn? Als je die schaduwpartijen wat donkerder maakt, komen die, dat licht spelt, die Waddenzee komt wat mooier uit. Kijk maar, dan komt dat zo. Maak ik de Waddenzee wat lichter, dus die schaduwpartijen wat lichter. Dan zie je dat daardoor die zwarte vogels wat beter uitkomen. Dus ik vind het dan lastig. Ik denk dat ik zelf toch een beetje naar dit neig. Want ik vind die Waddenzee wel ontzettend mooi. Dus je hebt eigenlijk nu drie tinten. Je hebt zwart, je hebt wit en je hebt grijs. Nou, dat zie ik ook heel mooi hier in het histogram. Ik zie daar de witte tinten. Ik pak deze nog even. Je ziet daar de grijs tinten en vervolgens zie ik daar die zwarte tinten in. Ik neig zelf ook bij dit beeld om echt ook wel weer naar 16:9 te snijden. Ik denk dat dat precies ook gaat kunnen. Kijk, omdat je dan nog mooier de breedte van het geheel benadert. Nou zou ik zelf nog bedenken, en dan ga ik natuurlijk heel erg tegen natuurlijk werken, maar om deze foto alsnog te spiegelen. En dat heeft dan vooral te maken dat wij een kijkrichting hebben van links naar rechts. En dat we nu meevaren met de boot, we vliegen mee met de ganzen en daar vliegen we echt de open ruimte in. Ik denk dat ik het zelf zo zou kroppen. Wat je wel merkt is dat die boot een beetje op een rare positie in de compositie zit. Dus je zou nog kunnen kijken als ik hier dan nog wat in snij. Dan ben ik al een paar ganzen links kwijt. Op die manier komen de ganzen wat meer naar me toe. Staat die boot iets verder naar links, heb ik meer de grote open ruimte. En vaart hij heerlijk van links naar rechts mee. Nou, ik zal even nog het verschil laten zien. Kijk, hier zie je het grote verschil.
Je ziet nu echt dat de kleuren die komen, hè, dat zwart-wit komt heel mooi naar voren. Overigens kan ik me best nog wel voorstellen dat je hem ook in kleur zou laten. Want ik vind de blauwtoning op zich ook al mooi. Maar omdat jij zo expliciet vraagt naar zwart-wit, hebben we dat gewoon eens gedaan. En ik vind hem erg goed uitpakken. Gaan we naar het volgende beeld. En dat is deze. Duinengalerij. En de pootjes die leiden je echt de duinen in. Nou, ik zal even kijken of ik dat kijk. Dat kun je echt zien. Je ziet echt van die pootjes die mij de duinen inleiden. Wat je heel veel ziet bij staande beelden, eigenlijk bijna bij alle staande beelden, in een 2x3 formaat, is dat ze wat smal en hoog eruit zien of aanvoelen. En ik ben erg altijd geneigd om staande beelden vaak naar 4x... Nee, niet naar 16x9, maar er is alleen maar smaller van. Naar 4x3 te kroppen. En je ziet vaak dat er eigenlijk aan de boven- en onderkant vaak wel een randje is wat er eigenlijk af kan vallen zonder dat je dat heel erg zal missen. Dus ik zet hem gewoon zo neer. En dan zie je dat hij wat vierkanter neigt, daardoor wat breder wordt gevoelsmatig, omdat je die hoogte wat kwijt bent. De foto is wel vrij vlak, zoals je ziet. Dus ik ga hem even iets lichter maken, moet je eens kijken. Nu zie je ineens dat die duinen worden wat frisser. Dan kan ik natuurlijk die lucht een klein beetje donkerder maken. De voorgrond wat lichter, een klein beetje. Het contrast wat boosten. Kijk, worden die helmgras wordt wat frisser. Misschien een klein beetje de levendigheid erop. Nee, dat zou ik niet te veel willen doen. Maar je ziet nou dat het geel wat frisser wordt. Hè? Zeker als ik nu het verschil laat zien. Tussen beide. Dan zie je dat jouw foto... Dan zie je dat jouw foto nog wat grauwig is. En dat die foto wat frisser kan. Dat de tinten van het bruin komen wat mooier naar voren. En de donkere tinten komen wat mooier naar voren. Ook deze foto's zal ik allebei weer op mijn website zetten. Ik zet altijd alle foto's, zowel als ik ze onbewerkt als bewerkt, altijd op mijn website. Dus mocht je nu op de website zitten, scroll even naar beneden en dan zie je die foto's. Mocht je op het YouTube kanaal zitten, hieronder zie je een linkje naar de artikel op mijn website. En daar kun je dan ook de foto's, before en after, zien. Niet dat ik altijd zeg... Mijn bewerking is beter, absoluut niet, maar het is puur om te laten zien wat ik ermee zou doen, hoe ik het zou doen en puur ter inspiratie van wat de mogelijkheden zijn. Gaan wij snel door naar de volgende. Helemaal uit België, jawel, helemaal uit België, dus gaan eens kijken wat ze erbij geschreven heeft. 3 foto's opgestuurd. En even wat uitleg erbij. De foto van het baken. Mijn thema was oud-nieuw. Dus de nieuwe lentebloemetjes tegenover het oude baken. Maar zoals je ziet is de foto zeer saai. Hoe had ik dat beter kunnen doen? Zelf was ik enthousiast over het idee, maar teleurgesteld in de uitkomst. Nou, dat is altijd zonde. Laten we gewoon zo eens kijken. De tweede foto is met de Laowa 100 mm gemaakt. Ik had de foto op de voorgrond indrukwekkender gewild. Al waar ik laag tegen de grond was, moest ik precies nog lager of nog dichter bij het scheermesje. En de derde foto van de vuurtoren, tja, te veel ruis. Daar heb ik een nieuwe camera voor nodig. Ben beginnen met sparen. Maar graag hoor ik van jou wat ik toch beter had kunnen doen. Nou, laten we eens gaan kijken. Oud versus nieuw. Uiteindelijk vind ik het best wel een heel geslaagd idee. Je ziet, oh, dit wil ik nog niet. Even kijken, zo. Uiteindelijk zie je dat, jij ziet dat oudere baken, hoewel ik het baken persoonlijk niet heel erg oud vind. Maar ik vind wel heel mooi die kleurcontrasten tussen beide. De kleurcontrast, maar ook het vormcontrast. Hele organische, kleurrijk in de voorgrond en een hele strak in de achtergrond. Een beetje saai. Ja, een paar mooie wolken hadden wel de boel wel echt afgemaakt hier. Dus ik denk dat als je dit zou maken met een paar mooie Hollandse wolkenluchten erbij. Of wat mooier licht. Dat het absoluut had geholpen. Compositie vind ik prima gekozen. Dus eigenlijk heb je er wat mij betreft alles aan gedaan. Maar het is gewoon een wat saaie gelucht. Dus kan je nog wat anders aan doen? Ja, ik weet het niet zo goed. Kijk, we kunnen kijken. Het saaie komt ook een beetje omdat hij wat grauwig overkomt. Dus als ik nou eens die voorgrond... Nou eens wat lichter gaan maken en die achtergrond een beetje donkerder gaan maken. Kijk, dan komt hij wat frisser over. Wat ik wel zie hier, wat rare vlekken hierin. En ik vermoed dat er wat druppels op je lens hebben gezeten. Nou, een klein beetje contrast erbij. Misschien zit wat te veel in de over. Je kunt hem ietsjes frisser maken. Maar ik denk dat je gewoon, ja, het heeft, weet je, uiteindelijk soms is het zoals het is. En de omstandigheden waren op dit moment gewoon niet zo sprankelend als jij wellicht had gehoopt. Dus ik kan even laten zien wat het... Wat je er krijgt als je ze allebei... Kijk, je ziet dat er best nog wel iets van te maken is. Maar het blijft natuurlijk wat het is. Dus ik vind dat je er met in deze omstandigheden een prima beeld hebt gemaakt. Vanuit dat plan waar we toen mee bezig waren. Heel duidelijk vanuit dat plan gefotografeerd.
denk ik dat je er op zich een prima resultaat hebt neergezet. En de volgende keer hoop ik gewoon dat er wat mooier licht en wat mooiere wolken bij zitten. Het volgende beeld had je met de macro lens gemaakt. En je vroeg mij af van, goh, had ik wat dichter bij die scheermes moeten zitten? Of juist niet? Nou, wat je krijgt is als je dichter bij de scheermes en nog lager gaat, en dan ga je tegen die zee aankijken. Nu kijk ik een beetje op de zee. Maar ga je tegen die zee aankijken, dat is een beetje lastig met een plat vlak. Hè. Als ik zo er tegenaan, als ik een beetje schuin kijk, hè, schuin kijk erop, dan wordt mijn hand groter. Hoe rechter ik ga en er tegenaan kijk, hoe platter en kleiner mijn hand wordt. Nu is mijn hand maar zo groot, terwijl nu is die al zo groot. Met andere woorden, als je er dichterop gaat kruipen, wordt die zee alleen maar minder groot. Je zegt met de lauwe 100 mm. Ja, je zou hebben kunnen wachten, ik denk dat dat wel een goede was geweest, tot dat golfje wat in de verte aankomt iets dichterbij was geweest. Want je ziet wel dat in die zee een soort grote lege ruimte is. Het zou heel gaaf zijn als daar ook een golfje in had gezeten. Ja, je hebt nu een golfje vlakbij het mesheft, helemaal in de verte een golf, maar daar had wel een stukje tussen kunnen zitten. Ja, al met al gaat het nou om dat mesheft. Nee, ik vind het meer een landschappelijk beeld, waarbij dat mesheft een soort inleidende lijn is naar dat landschap, dan dat het echt om een landschappelijk, of dan het echt een beeld gaat om die macro. Ik heb wel het idee, en ik vraag me af, is het echt met de 100 mm Laowa gemaakt? Want als ik kijk, ervaar ik best wel wat groothoek hierin. Ik zie hem ook wat krom staan. Nou, we kunnen eens even kijken wat de lenscorrectie zegt als ik deze aanzet, maar dan voor Venus Optics. En die kan ik natuurlijk, kan ik die aanzetten? Nee, die kan ik niet aanzetten, want het is een rolbeeld of geen rolbeeld. Dus helaas kan die lenscorrectie van de 100 mm niet aanzetten. Ik heb het idee dat die wat krom loopt, dus mijn gevoel zegt eerder dat het een toch wat meer groothoekbeeld is. Aan de andere kant, ik heb geen EXIF, dus het zou op zich prima wel kunnen. Ik zit even te peinzen. Zou het leuk zijn als we de foto zouden spiegelen? Ik denk het eigenlijk wel. Want wat je nu ziet is dat nu dat mesheft een soort inleidende lijn, invoerende lijn, een soort opmaat is naar uiteindelijk die achtergrond. Wat mij wel een klein beetje irriteert is die donkere vlek hier in de voorgrond. En misschien als ik nu zeg ik ga naar 16 bij 9 snijden, dat ik die wat kwijtraak. En kijk, nou begint het beeld een stuk interessanter te worden. Als ik nu eens ga kijken of het mij nog lukt om dat distortion eruit te krijgen. Kijk, moet je eens kijken wat er nu doet. Dan maak ik even die achtergrond wat recht. Nou, dan krijg ik natuurlijk, omdat hij nu heeft dat de boel gesqueezed, moet ik natuurlijk wel een klein beetje mijn crop erbij zetten. Of wat inzetten, want anders dan, hoop ik, dan heb ik natuurlijk van die witte randjes erbij. Maar nu zie je ineens dat de horizon mooi recht is. En nu heb ik het gevoel dat ik echt een invoerende lijn heb. En nu zou ik bijna zeggen, goh, misschien had je iets kunnen draaien. Want je ziet een hele mooie kronkel van dat waterlijntje, dat had heel mooi naar een vluchtpunt kunnen gaan. Dus je ziet door de foto te spiegelen, krijg ik ineens een heel ander idee en wordt het ineens een hele mooie opstap naar een landschap. Het laatste beeld, de vuurtoren. Ja, jij zegt ik heb heel veel ruis. En dan ga ik natuurlijk even stiekem kijken, want wat had jij ook alweer? Jij hebt welke camera was dat ook alweer? De Canon 700D en jij fotografeert hier op ISO 3200 en dat klopt. Deze camera, weet je, camera's worden ongelooflijk steeds beter. En deze camera is gewoon helaas geen hoogvlieger als het gaat om dit soort enorme ISO's. Aan de andere kant, we zijn er toen mee bezig geweest. Er was weinig anders mogelijk. Want als jij de ISO laag had gezet, was de sluitertijd langer geworden. En er waren die stralen van die vuurtoren door elkaar heen gegaan. Dus je moest wel. Nou is het wel zo dat tegenwoordig Lightroom heeft een heel mooi iets erin zitten. En dat is namelijk, en dat kan ik niet meer aanzetten, want het is die noise functie. Maar dat is dan de AI, de kunstmatige intelligentie, die noise functie. Daar kan je volgens mij daar wel iets mee doen door er nu weer een DRG van te maken. Maar dat gaat voor nu eventjes veel te ver. Maar dan zou je met die noise functie, die enhanced functie, dan gaat hij zelf de ruis weghalen. Vervolgens kijken waar is het scherp, waar moet minder ruis weghalen. En dat doet hij best wel heel erg goed. Dus daar zou je, mocht je deze versie van Lightroom hebben, nog eens een keer mee kunnen experimenteren. Wat je ook ziet is dat de lamp enorm is overbelicht. En het heeft ook te maken dat jouw camera gewoon niet zo'n enorm dynamisch bereik heeft zoals de tegenwoordige camera's. Dus mocht je dit soort beelden graag willen maken, ja, dan ontkom je er eigenlijk bijna niet aan. Het is best wel een oudere camera om toch misschien eens na te denken over een hele mooie nieuwe spiegelloze camera bijvoorbeeld van Canon. En er zijn ontzettend veel mooie mogelijkheden. Er komen inmiddels ook hele mooie instapmodellen. Maar bedenk wel dat het instapmodel van nu, denk aan bijvoorbeeld de R10,
1000 keer zo goed is als de camera die je nu hebt. Dus schroom er niet voor om het instapmodel te halen, want de ontwikkeling ook in instapmodellen staat absoluut niet stil. We gaan snel naar de volgende. En dat zijn deze beelden. Dat zijn er twee. En dan ga ik weer eens even kijken wat erbij beschreven staat. Hoor je in de bijlage twee foto's voor de bespreking. Ik heb dit weekend Lightroom aangeschaft. Ga eindelijk aan de slag met het bewerkingsprogramma. Het zal even duur voor de onder de knie heb. Nou, dat is ook zo. Het is best een heel indrukwekkend en mooi groot programma. Maar het duurt gewoon eventjes. Je zou eventueel een online cursus bijvoorbeeld kunnen gaan volgen. Want het is, dit kan heel erg veel. En het is wel erg fijn als je daar wat hulp bij hebt. Het eerste beeld. Nummer 1861, op het voorjaar Schiermonnikoog landschapfoto gemaakt op de eerste dag van de workshop bij aankomst. Ik vind het best moeilijk om een foto te maken waar je langer naar blijft kijken. De lucht was niet spectaculair, ik heb het gecompenseerd met de voorjaarsbloem op de voorgrond. Maar hadden die dan ook scherp moeten zijn? De tweede foto ook van 5 mei, maar dan van de vuurtoren bij nacht. Ik was deze week eerder al op de locatie geweest. Ik vond het een mooie compositie op de tweede heuvel, zodat je het Witte Huisje nog goed kunt zien. Even een tipje van de sluier. Het weer was als gezegd best wel turbulent. En we zijn ook meteen de eerste dag al meteen na aankomst meteen aan de slag gegaan. Dat is al best lastig. Want normaal gesproken doe ik een oefening waarbij je gewoon even fotografisch kan acclimatiseren. Een beetje kan landen. Dat is best wel heel erg handig. Mocht je trouwens naar aanleiding van deze foto's geïnteresseerd zijn om een keer mee te gaan. Dan zou ik zeggen abonneer je op mijn nieuwsbrief. En kijk eventjes onder de verschillende Waddenweekenden. Voor Schiermonnikoog en volgend jaar ook een nieuwe locatie, namelijk Ameland. Kijk daar eventjes op en wellicht zie ik jou volgend jaar weer mee. Vergeet je trouwens ook niet te abonneren op het YouTube kanaal. En klik dan ook even op dat belletje erbij, want dan word je meteen geattendeerd als ik weer een nieuwe video geüpload. En dan ben je altijd meteen helemaal op de hoogte van alle nieuwe tutorials, fotobesprekingen, reviews en mijn vlogs van avonturen. Landschappelijk beeld? Nee, de lucht was inderdaad niet ongelooflijk spannend. Daar ben ik roerend met je eens. Toch vind ik het wel erg leuk, die bloemen daarvoor. Maar ik kan me voorstellen dat je zegt dat die ook scherp moeten zijn. Nou, scherp denk ik niet. Want dan had je een heel rare combinatie gehad van alles scherp. Maar iets scherper zou denk ik wel handig zijn geweest. Nu is het wel heel erg onscherp. En omdat ze eigenlijk geen enkele binding vormen met de achtergrond, is het net alsof je met dingetjes voor je lens hebt zitten wapperen. Dus een klein beetje scherpte zou denk ik wel handig zijn geweest. Maar ik vind de kleuren wel ontzettend mooi. Maar door die onscherpte laat je heel duidelijk zien dat het om de achtergrond gaat. Dus maak het niet te scherp. Nou, in zo'n geval, twijfelgeval, maak altijd een scherpte dieptetrapje. Leuke compositie, tevreden. Pak hem dan even met verschillende diafragmawaarden. Nou, ik kan helaas niet meer zien welke instelling je hebt gebruikt. Maar pak gewoon even een aantal verschillende diafragmawaarden. Zodat je thuis in de computer kunt bekijken welke uiteindelijk het beste uit de verf komt. Nou, wat je bij dit beeld ook ziet is dat het wat vierkantig aandoet. Terwijl de lucht eigenlijk helemaal niet zo spannend is. Dus ook hier ben ik erg geneigd om te zeggen van, goh, wat zou er eens gebeuren als ik hem naar 16 bij 9 uitsnij? En dan zie je dat ik veel meer de breedte benadruk, maar dat die lucht ook niet meer zo irriteert. Er is namelijk niet zoveel lucht meer. Nu focus ik mij helemaal op de voorgrond, op de achtergrond. En die lucht is maar bijzaak geworden. Is die lucht niet zo interessant? Maak dan ook minder lucht. Zorg ervoor dat die lucht niet de halve foto of een derde van de foto beslaat. En nu zie je dat hij ook heel panoramisch begint aan te doen. En dat hij daardoor ook veel prettig begint te kijken. Ik irriteer me alleen mateloos aan die prullenbak daar. Of wat is het, die prullenbak? Of is het dat paaltje daar? Heb je dat niet ook? Ik irriteer me mateloos daaraan. Er zei een fotograaf, zei ooit, alles wat de mens erin heeft gezet, waarom mag ik dat dan niet uithalen? Dus wat ik gewoon ga doen. Ja, en of weet je, je kunt zeggen, ja, dat mag niet. Aan de andere kant, het is geen fotowedstrijd. En het is jouw beeld. En zolang je er ruiterlijk voor uitkomt dat je dat gedaan hebt ten behoeve van een mooie compositie, vind ik dat dat best kan. Dus we gaan gewoon eens eventjes kijken hier met de tool van wat hij ervan maakt. Als ik nou eens dit gewoon eens klik, zo plop. Nou, dan maakt hij er een beetje raar. Dus ik moet eventjes zorgen dat het pad natuurlijk een beetje goed komt te liggen. Nou, het pad ligt goed. Nou, zien we bijna niks meer van, toch? En dan loopt er meteen het pad gewoon hartstikke mooi door. Wat je ook ziet, zijn hier wat van die onscherp. Ik denk dat die bloemen dat ik nog niet eens zo storend vind. Maar hier zit ook zo'n heel onscherp stengeltje in beeld. Ja, dat vind ik zelf een beetje zonde. Nou, dat zijn ook van die dingen. Door wat meer scherpte toe te voegen, zal je merken dat wat minder stoort. Of buig die anders gewoon even opzij. Je hoeft hem niet meteen te plukken, maar buig hem gewoon even opzij. Ik denk dat die foto, en je ziet dat het histogram best wel heel erg smal is. Dus die foto die kan best wel wat pit gebruiken. Door bijvoorbeeld te zeggen, ik tilde de
de witpartij wat naar op. Ik krik de donkere partij er een beetje bij. Kijk, ik misschien iets te een beetje zo de donkere partij kijken. En dan rek ik het hele histogram een beetje uit. En moet je eens kijken hoe heerlijk levendig en zonnig hij wordt. Ik zal even het verschil laten zien tussen beiden. Kijk, je ziet dat die foto rechts wat meer pit heeft, wat levendiger, wat kleurrijker is. En die linker is wat matter, wat vlakker. Nou, het tweede beeld, wat jij laat zien, gaat over de vuurtoren. Het witte huisje is ontzettend leuk erbij. Vind ik ook absoluut een enorme meerwaarde erbij. Dat is het leuke van deze locatie van die vuurtoren. Je ziet dat de toren nog best wel uitbijt. Of de toren, de lamp nog best wel uitbijt. En ja, daar kan ik eigenlijk weinig meer aan veranderen. Je ziet dat ik wel iets nog aan uit kan halen. Klein beetje het contrast wat toevoegen. Een klein beetje toch de helderheid er wel bij zetten. En ik ga toch even kijken wat er gebeurt als ik de foto ietsjes blauwer maak. Kijk, wat meer blauwtint. En dan zie je dat hij daardoor wat meer nachtelijk overkomt. Maar verder vind ik het een leuke compositie. Je kunt in zo'n geval ook kijken van wat zou er gebeuren als ik er een staand beeld van maak. Kijk, je zou ook er een staand beeld van kunnen maken. Maar dan zie je dat daarvoor de stralen eigenlijk gewoon niet helemaal lekker zitten. De stralen zitten net niet helemaal lekker. Daarvoor had je eigenlijk de stralen op een andere manier moeten oriënteren. Dus ik denk dat hier in dit geval jouw liggende compositie met de oriëntatie van de stralen eigenlijk gewoon wel het beste is. Gaan we naar de laatste, denk ik alweer. De laatste, jazeker. Gaan we weer naar de laatste beelden. Van de enige mus die niet kan vliegen. Gaan we eens even kijken wat daarbij beschreven staat. Bedankt voor een leuk, gezellig en super leerzaam weekend. Nou, ontzettend bedankt. Dat vind ik leuk om te horen. Foto 1 zijn 3 duinen op een rij. Moeilijk om de kleuren naar voren te halen als de zon achter de wolken zit. Toch geprobeerd om er diepte in te krijgen met een groothoek van 16 mm. De tweede is de vuurtoren in zwart-wit. De kleurbalans stond bij Fuji stond te blauw. Heb wat moeite om deze in PC te veranderen. Vond de kleuren niet mooi, daarom omgezet naar zwart-wit. En de laatste in de duinen. Tijdens het bewerken van de foto in de duinen vond ik de kleuren heel hard. En daarna heb ik gekozen om deze foto om te zetten in een Fuji Film Simulatie Classic Chrome. Jeetje, wauw. Daardoor krijg je wat oudere look en zijn de kleuren wat zachter. Nou, laten we eens kijken. Dit is de eerste. Ja, ik vind het een heel mooi staand beeld. En er zit een kijk nou eens wat erin ziet. Dat is een dode haas, denk ik, die daar ligt. Wat bij dit beeld ook alweer opvalt, is ook weer het smalle karakter weer van 2x3. Dus ik ben eigenlijk al vrij snel ook alweer geneigd om te zeggen, laat ik hem eerst even omzetten naar 4x3. Want ik... Oh. Hij stond al gewoon in 4x3. Hij stond al in 4x3. En nog heb ik het gevoel dat hij wat aan de smalle kant is. En dat heeft denk ik te maken met die open ruimte linksonder. Ik denk dat het daarmee grappig is. Ik ben volledig op verkeerde been gezet. Hij stond al precies wat ik wilde doen. Want hij blijft voor mijn gevoel wat... Dus als ik eigenlijk zou ik misschien zelf zou willen... En dan ga ik hem gewoon eventjes vrij. Ik denk dat ik zelf misschien iets meer zoiets zou doen. Is het nou vierkant? Ben ik al wel benieuwd. Heb ik hem nou naar vierkant gekropt? Nee, nog steeds niet naar vierkant. Dus ik laat hem eventjes gewoon zo staan. Dat lege vlak daar linksonder... Nu zie je wel heel mooi dat pad naar achteren toe en dan die wolken erachter. Wat mij wel opvalt, ik vind het een mooie compositie, op een mooi pad. Het konijntje, het dode konijntje, dat is ook een konijntje. Leidt heel mooi mij door naar achteren. Ik heb het idee dat als je de foto zou spiegelen, dat hij daardoor wat natuurlijker oogt. Zie je dat hij wat natuurlijker van voor naar achteren gaat? En nu zou je misschien bijna wel weer kunnen zeggen, oh, ben ik aan het hannissen vandaag, dat ik toch weer terug ga naar 4x3. Maar dan maak ik hem zo. Weet ik ook niet, is het ook niet helemaal. Nee, toch maar weer zo laten. Lastig, hè? Op een of andere manier zit aan de linkerkant zit heel veel informatie. Dat dode konijntje zou eigenlijk ietsjes naar rechts moeten zitten. Het heeft een hele mooie lijn naar achteren, maar je hebt die lege vlak... rechtsonder. Je hebt die nu overigens minder stoort, omdat die rechtsonder zit. En rechtsonder is nou eenmaal een van de laatste plekken waar ons oog naartoe kijkt. We beginnen linksonder en eindigen rechtsboven. Dus door hem rechtsonder te zetten heb je er minder last van. Je kijkt heel mooi nu naar rechtsboven. Maar wat ik ook zie, is dat het histogram behoorlijk smal is. Ik denk dat deze ook best wel, als je deze gewoon wat
Kijk eens wat uit gaat rekken. Eens kijken wat een frisheid er in het beeld ontstaat. Eens kijken wat een mooie frisheid er in het beeld ontstaat nu. Ik zal even het verschil laten zien. Hij kan wat frisser. De linker is wat grauw. Je benadrukt echt het donkere, sombere weer. Terwijl als je de foto iets frisser maakt, dan lijkt het net alsof het eigenlijk best wel heel mooi zonnig is gebleven. Het tweede beeld was van de vuurtoren. Jij vond de kleuren niet mooi. Nou, helaas kan ik natuurlijk nu de kleuren niet meer zien. Want, dan moet ik eventjes dit uitzetten. Dan ben ik even aan het klooien. Zo, even zo. Ja. Want je hebt ze in JPG aangeleverd. Dus ik kan niet zien, hè. Als je een rol had aangeleverd, had ik nog kunnen kijken wat ik ermee kon. Toch vind ik het wel heel gaaf in zwart-wit. Ik vind het een hele mooie, ja, het is bijna antiek, hè, die foto nu geworden. Mooi hoe die stralen alle kanten uitgaan. Ze gaan echt zo over die hele grote zee om al die scheepvaart te helpen. De lamp is al ietsjes overbelicht, maar eigenlijk weinig. Ja, ik kan natuurlijk eigenlijk weinig er meer uithalen, omdat jij natuurlijk heel veel informatie al kwijtgeraakt door de omzetting naar de JPG. Ik denk wel als ik de levendigheid iets opschroef. Dat doet niet veel dit. Ik zie eigenlijk weinig verschil in. Ik zie eigenlijk weinig verschil in ietsjes verschil. Oh, ik zat de vibrance. Ik zit gewoon aan de verkeerde knop. Deze wilde ik hebben. Kijk, die knop wilde ik hebben. Zie je, als ik deze wat opschroef, dan zie je dat die wat meer scherp aandoet. Dan zit ik ook te kijken. Zit ik me nou weer te verkijken? Want ik zou ook hier van de bovenkant persoonlijk nog ietsjes afhalen. Is dit nou ook weer 4x3? Ja, dit is ook al 4x3. Maar zelfs hier zou ik ook al geneigd zijn om te zeggen. Klein beetje daar eraf, klein beetje hier eraf. Komt hij voor mij ook net wat lekkerder over in de compositie. Je hebt ervoor gekozen om de stralen op deze manier te doen. Zelf ben ik altijd erg geneigd om iets te laten doordraaien. Gaat eigenlijk de andere kant uit door, zodat ook een straal naar schuin achter gaat. En je ziet nou heel erg dat het de lucht in gaat. En daardoor alleen de toren is de verbinding tussen de voorgrond en de lamp zelf. De laatste foto, die heb jij met die speciale Fuji Chrome gedaan. Ik moet bekennen dat ik hem qua kleur wat verzadigd. Het komt wat oververzadigd over in mijn ogen. Ik vind het wat warmig aandoen op een of andere manier. Dus ja, weet je, op een gegeven moment over smaak valt niet te twisten. Dus dat mag absoluut zo zijn. Wat je ook ziet is dat je natuurlijk een lijn hebt die gaat hier van rechts voor. Richt wil die naar links boven. En daardoor merk je eigenlijk dat het hele rechte deel van het beeld, ja, dat valt eigenlijk niet meer op. Het hele mooie van dit beeld bevindt zich helemaal aan de linkerkant. Zie je? Je ziet hier dat pad, dat gaat hier langs. Die twee boompjes, je hebt daar die prachtige wolkenlucht. Maar eigenlijk vanaf het midden, dat hele rechterdeel doet eigenlijk niet mee. Alles zit links. Dan kan ik kijken wat er gebeurt als we deze foto gaan spiegelen. En dan zie je ineens dat daardoor het minder stoort. Immers, mijn blik gaat van linksonder naar rechtsboven. Dus ik hoef helemaal niet te weten wat daar linksboven is of rechtsonder. Nu zie je ineens dat het veel natuurlijker oogt. Wel zou ik, denk ik zelf zeggen, omdat nog wel ietsjes te... Oh, nou heb ik hem uit verhouding staan. Om dat hele rechte deel wel ietsjes te verkleinen. Ik vind het wel mooi zoals hier dat pad daar begint. Maar kijk, nu zie je ineens dat het veel natuurlijker oogt. En ja, ik doe hier geweld aan de werkelijkheid, want het pad liep helemaal niet zo. Aan de andere kant, het is ook maar een keuze. En uiteindelijk gaat het om een mooie compositie. En het gaat niet om de werkelijkheid. Ja, tenzij je de werkelijkheid wil weergeven, dan moet je dit niet doen. Maar je merkt nu ineens dat hij veel logischer kijkt. Hij voelt veel logischer aan. En nu eindig ik ook rechtsboven met die prachtige wolkenlucht. En dat is ook een natuurlijk eindpunt van mijn blikveld. En anders werd ik heel erg gedwongen. Ik wilde naar rechtsboven, daar zag ik niks. En ik moest naar linksboven waar ik eigenlijk niet naartoe wilde. Dus jij liet me eigenlijk dingen zien op een plek waar ik vanuit nature eigenlijk helemaal niet... Ja, kom in de foto. Dus ik vind het aardig heel fraai. Ik denk zelf dat hij is wat aan de warme kant. Dat als ik hem toch ietsje koeler zou zetten. Dat daardoor het heftige van de wolkenlucht iets meer wordt benadrukt. Ja, en jezelf. Maar goed, dat is een keuze die je natuurlijk zelf kunt maken. Als je zegt van ik heb een prachtige heftige wolkenlucht. Dat is weer die regenbui die daar toen aankwam. En ik ga die toch een klein beetje wat heftiger aanzetten. Met een stukje clarity. Misschien zelfs met een stukje dehazer erbij.
En dan wordt hij nu wel heel erg aan de blauwe kant. Dus die kan ik misschien nu weer ietsjes... Kijk eens wat er nu gebeurt. Zie je, dus maak ik die iets geliger. En dan vervolgens zet ik even deze uit. Nou, mijn klein beetje de wit lichten eruit. En een klein beetje contrast nog toevoegen. Moet je eens kijken hoe heftig dat weer ineens kan worden. Ik zal even het verschil laten zien. Tussen wat ik zou doen en wat jij had gedaan. Kijk. Je ziet dat die nu wat heftiger is. Maar door de blauwtinten heb ik meer het gevoel van die storm aankomt. Met die geeltinten komt het wat lieflijker over. Blauw is toch wat heftiger voor mijn gevoel. Nou, we zijn weer aan het einde gekomen van deze bespreking van Schiermonnikoogweekend in mei. Turbulent weer, lastig weer. Maar zoals je ziet, als dit al de foto's zijn waar mensen vragen bij hebben, waar ze misschien minder tevreden over zijn, dan zie je wat je met ontzettend moeilijk weer toch prachtige dingen kunt doen. Kun je nagaan wat ze voor prachtige foto's hebben gemaakt en die op de social media hebben gezet. Dus ik zou zeggen, zoek even op mijn tijdlijn, op Facebook bijvoorbeeld, heb ik allerlei foto's gedeeld van deze deelnemers. Mocht je nou zelf mee willen volgend jaar naar Schiermonnikoog of naar Ameland, kijk op mijn website en hopelijk zie ik jou volgend jaar voor ook zo'n waanzinnig mooi avontuur.